Dit is de Granenflits van maandag 17 december en er is al vroeg vuurwerk op de tarwemarkt. Afgelopen week stijgende koersen op de Matif in Parijs, €207,50. En in de grafiek ziet dat er zo uit, het hoogste prijsniveau in 4 maanden. Op de CBOT in Chicago ook hogere noteringen, $193 per ton. Waarom is dat nu? Op de wereldmarkt stijgen alle tarweprijzen, bijvoorbeeld in Argentinië, maar nog belangrijker in Rusland door een toenemende vraag. Kijken we naar de Russische situatie, dan zien we dat al een erg veel tarwe is geëxporteerd, een record. Dus voor 2019 is er fors minder te exporteren. Er komt ook weer een nieuwe vergadering tussen de handelaren en de overheid, daardoor weer meer rumoer. En Europa en de VS denken hier letterlijk een graantje van te kunnen meepikken op de wereldhandel waar Rusland toch wel erg dominant aanwezig was. Dat is ook de grote verwachting voor 2019. Wat gaat er nu gebeuren? Houdt die prijs stand? Nou, op korte termijn zou dat best wel eens kunnen gaan zijn. Maar kijken we op de langere termijn, oogst 2019, dan zien we de hoogste in 4 jaar tijd naar verwachting. Dus het kan zomaar weer afgelopen zijn.